Shrubs and Travel in het teken van de land- en tuinbouw, want dat is toch iets waar Nederland internationaal op de kaart staat. Nou, wie kan weten waar ik moet zijn? Nou, Lodewijk, mijn collega van Eigen Huis en Tuin, die gaf mij de tip om als eerste naar Wijchen te gaan, Gelderland, bij Kwekerij Zwartjes. Ik ben heel benieuwd wat ik hier ga aantreffen. Pas het vervoer. Here we go. Goedemiddag. Een goedemiddag. Ik neem aan dat deze voor mij was klaargezet. Ja, die was voor jou klaargezet. Top. Want hi. Lodewijk heeft jou gestuurd. Lodewijk heeft mij inderdaad gestuurd, maar ik heb geen idee waarom. Dat is vanwege de siergrassen die hier staan. En dit zijn allemaal siergrassen? Ja, dit zijn... Zit er verschil in? Heel veel. Ja, er zijn 450 verschillende soorten. Zo. En waar verschillen die dan in? In hoogte, in kleur, in wintergroen of niet wintergroen, er zit heel veel verschil in. Maar misschien een klein beetje een domme vraag, maar wat is het verschil tussen een gras en een siergras? Zou je vast vaker horen. Ja, gazon bedoel jij denk ik. Ja, gazon is dus gewoon het wat iedereen kent. Ja. En dit is het gras wat hier dus staat, heeft de sierwaarde, de naam zegt het al. Ja. En de een is rood, de ander is groen en de ander, er zit gewoon heel veel hoogteverschillen in, noem het allemaal maar op. De hele grote diversiteit. En het is maar net wat je dan zelf wil. De keuze kun je zelf maken. En komen al deze grassen terecht in de Nederlandse tuinen? Nee, die gaan over heel Europa. Meen je dat? Dus op het moment dat ik hier een gras nu zie staan, kom ik er misschien op vakantie wel tegen in Italië? Ja, dat zal zeker kunnen. To touch the green, green grass of home. Nou Kevin, dit siergras komt uit Guatemala. Zo. Dat komt als heel klein stekje hier binnen. En wij zorgen ervoor dat die zo wordt. En hoe heet deze uit Guatemala? Penicetum cetaceum rubrum. Nou, dat zetten we even op teletext, dat is een hele mond vol. Hoe kom ik hieraan? Hoe, als ik dit wil hebben? Het kan via de webshop besteld worden. En dan kan ik gewoon alle grassen vinden? Ja, geen probleem. Goed. Ik wil deze meenemen, mag dat? Tuurlijk. Yes, gescoord. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Het grote voordeel van siergrassen is dat ze weinig onderhoud nodig hebben. Ideaal voor mensen met weinig tijd. Nou, de eerste buit is binnen. Wil je nou meer weten? Ga dan naar rtl.nl/trips-and-travel. Nou, deze match is wel leuk. Neem ik ook gewoon mee. En van Gelderland naar Overijssel.